morgen gaan we een massaal protest voeren. En wij zullen morgen naar de overheid gaan. In ieder geval morgen gaan we het werk neerleggen, dat is één. En we zullen vanuit Uniek gaan we acties ondernemen. Acht uur zijn de mensen opgeroepen om hier aanwezig te zijn. Waarom wordt er actie gevoerd? Eén. De minister van Onderwijs heeft aangegeven dat de leraren van de OS Uitkijk hun ontslagbrief kunnen komen ophalen. En wij hebben gezegd als collectief, op het moment dat de minister van Onderwijs één ontslagbrief uitreikt aan een van de werkers, dan is het oorlog, ja. Dat is één. Het tweede, hebben we gezegd, leerkrachten van de Lewinschool, die zijn op een blauwe maandag gemuteerd. En waarom? U kunt zich niet voorstellen, leraren moeten per definitie kritisch zijn over alles waarmee ze bezig zijn. En dat wordt niet gewaardeerd. En die leraren zijn gemuteerd geworden. Ze zaten op de middelschool en ze zijn gedegradeerd naar een lagere school. Want het mutatiebeleid is een zweep wat ze hanteren. Dus zodra u niet in het kareel loopt, dan komen ze met die zweep naar u toe. Hé, je bent niet op trek en als je dat niet doet, ga je zweep krijgen. En dat doen straf. Dus de essentie van het mutatiebeleid is straffen van leraren. Terwijl je met een mutatiebeleid allerlei leuke en mooie dingen kan doen. Maar de mensen zitten daar net als basjas. Net als, ik weet niet wel, slavendrijvers. Sorry dat ik woorden moet gebruiken. Ja, de leerkrachten van de Leeuwenschool. De wijze waarop er beleid op hun is losgelaten. De mutatie, dat meteen wordt teruggedraaid. Anders hebben ze ook problemen. En het derde is, de overheid moet zich houden aan de overeenkomst. We zijn al jaren bezig. Met de overheid om te komen tot een daadwerkelijke waardering. En wat we zien is dat wanneer we dus nu een overeenkomst hebben, dat de overheid zich daar niet aan houdt. De overheid komt tot een besluit om die herwaardering uit te stellen naar maart. Het was eerst oktober. Door allerlei redenen hebben ze ons gevraagd daarmee rekening te houden. En we hebben gezegd, oké, we geven die ruimte. Maar dit is definitief voor ons. We willen geen enkel uitstel meer. En dat was januari. En nu komen ze weer. Ze hebben huiswerk niet goed gedaan. De data zijn niet op tijd binnengekomen. Dus ze moeten meer inzicht krijgen over hoeveel leraren er zijn enzovoort enzovoort. Dit ministerie bestaat al zoveel jaren. En dan zijn ze niet in staat om deze element basisgegevens op tafel te leggen. Waarvoor hebben we een ministerie van Onderwijs? En de grote man die daar zit, die denkt alles te weten, is niet eens in staat om die cijfers op tafel te leggen. En hij doet zich voor alsof hij alles weet. Maar de simpele dingen kunnen ze niet eens op tafel leggen. En dat is een groot probleem. En dan moeten wij daaronder lijden als leraren. Onder geen beding. De massa hier, die is geweest. En ook de mensen die in die kering zitten, die hebben allemaal hetzelfde standpunt. We zullen dat niet meer accepteren. We eisen dat de regering zich houdt aan die overeenkomst die gesloten is tussen partijen. Dat zijn de drie punten wat we op tafel hebben gelegd. Alle leerkrachten worden morgen om 8 uur hier verwacht. En vanuit hier zullen wij acties ondernemen. Er moet nu een eind komen aan de bejegening van onze werkers. Is de actie alleen voor morgen? U zal het horen. We gaan van dag tot dag totdat er een oplossing is. Als de overheid niet naar ons wil luisteren, dat is voor hun rekening. Maar we beginnen morgen en we weten niet waar we gaan. Dank u wel.